Jan ging een boek schrijven over zichzelf. Het moest een dik boek worden, maar het begon dun. In een schrift. Jan schreef: alle mensen heten ik. Hij dacht na. En toen schreef hij: ik ook. Hij keek naar Poes op de bank en ging door. Poesie heette ook ik. Maar over Poesie maakt Poes zelf maar een boek. Ik ben een mens. Ik ben de mens Jan. Eerst bestaan mensen niet. Dat duurt meestal heel lang. En sommige mensen bestaan nooit. Als je een boek over ze schrijft, helpt je ze een beetje. Het zijn al mijn gedachten die ik überhaupt over het leven heb, die staan in zoiets. Ik heb ook voor intellectueel publiek lezingen gehouden en daar zeg ik eigenlijk precies hetzelfde. Dat je bijvoorbeeld dat mensen uitsluitend in hun verhalen bestaan. Er is namelijk geen nu. Nu is dat streepje op die lineaal tussen 3 centimeter en 4 centimeter is een streepje. Dat streepje zelf heeft geen dikte. Hè? 3 centimeter houdt op en 4 centimeter begint. Dat is nu. Nu is het moment dat het verleden ophoudt en de toekomst nog moet beginnen. Dit is de nog lang niet afgelopen serie. Kunt u me de weg naar Hamelen vertellen, meneer? Kunt u ons de weg naar Hamelen vertellen, meneer? Met in de hoofdrollen Rob de Nijs als Bertram Bierenbroodspot, Loekie Knol als Lidwientje Walg. Waar ben je het meest trots op? Op je Hamelen. Hamelen. Kunnen we weg naar Hamelen? Als ja, ja, en sommige boeken ook. Ja, en ja. Sommige boeken maar kunnen we weg naar Hamelen was uitzonderlijk voor mezelf. Dat vind ik in me ook. Ja. Ja. En dat is belangrijk dat iemand dat ook vindt. Ja, dat is een goed criterium voor me. Hoezo? Nou, dat is iemand die, waarvan ik weet dat ze in een heleboel opzichten redeneert zoals ik over tekst. Op een ander, die op de dingen let waar ik zelf op wil letten. Ja, ja. Ik bedoel, Hamelen was helemaal gemaakt van taal. Het was allemaal bordkarton, het moest in 2 dagen opgenomen. En je kon niks, er was geen geld voor poppen, voor draken, voor dure aankleding zoals in Harry Potter. Ja. En toch moest ik zorgen dat ze... En dan keken 3 miljoen mensen per maand en dan rekenden ze de kinderen niet mee. Een zoet wijntje van de oostelijke helling. Een koppig wijntje. Dat was niet nodig geweest, Mensbrom. Ik had hem zelf al neergelegd. Nou, trek het niet zo aan, jongen. De volgende keer jij weer. Hierheen, nou. Zegt het been. In Hamelen, dat vond ik zo mooi altijd. Dat prinsen waren geen mensen. Prinsen waren prinsen zoals een tijger is. Een leeuw, een leeuw. Dus ambtenaren waren ook geen mensen. Het waren ambtenaren. En dat was heel bijzonder aan het idee. Een mens was dus een soort geworden. En, ja, terwijl een ambtenaar niet een functie van een mens was, maar een ander dier dan een prins en een ander dier dan een koningin. In dat land, in die wereld. Hè? En we gaan nog niet naar huis, nog langer niet, nog langer niet. En we gaan nog niet naar huis, want moeder is niet thuis. Ik ging met Ma naar Maastricht. Bij de trein, vlak langs de spoorbaan, lag de brouwerij. Mijn vader zat daar op kantoor, dus hij zorgde ervoor op het platdak te zijn. Het klopte allemaal bijzonder fraai. Daar stond hij, dik. Hij maakte een gebaar dat leek op wuiven. Maar hij wist niet waar ik zat, maar lachte wat. Zwaai, zei ze, zwaai. Ik denk nog vaak aan hem. De brouwerij. Hij heft zijn hand terwijl de trein wegschuift. Zwaai, zegt mijn moeder, zwaai. Hij glijdt voorbij. Ziet hij me? Ja, hij ziet me, want hij wuift. Thank you.
En ik weet dat we samen aan een diner zaten, ik denk met een kinderboekfeest. En toen vertelde hij over zijn schooljuffrouw dat zo'n vreselijk mens was. En ik heb tranen gelachen om de verhalen. En toen zei ik, je moet dat schrijven. En dan maak ik er dagboektekeningen bij. Dat het kind in zijn tekeningen net zo kwaad is als jij. Het hoeft niet eens waar te zijn wat je zegt over die juffrouw. Want je schrijft het boek op het moment dat je haar haat. En die woede is er helemaal uitgekomen in die tekeningen. Dat waren computertekeningen voor het eerst. Ja, en toen ging ik met mijn muis tekenen. Zodat ik wat onhandiger werd. En toen dacht ik, dan krijg ik van sowieso al een bepaalde lompheid in de tekeningen. En die wil ik gebruiken. In het Beertje Pippeloentje, dan beeld jij Pippeloentje op een hele andere manier uit dan er eigenlijk in de tekst staat. Je geeft er eigenlijk als het ware een eigen verhaal aan mee. Bijvoorbeeld dat hij zijn pet gebruikt om pap mee te scheppen. Ja. Of dat hij gaat naar Engeland varen, dat ik hem teken in een omgekeerde tafel, zodat je zegt opeens, hij gaat niet naar Engeland, hij speelt dat hij naar Engeland gaat varen. Dat is niet leuk om te schrijven. Je gaat naar Engeland, ik doe net of ik naar Engeland ga, dat schrijf je niet. Dat is het verhaal in beeld en daar loopt een ander verhaal onder, wat af en toe een beetje schijnbaar kan afwijken van wat er in beeld gebeurt en weer terugkomt erbij. Maar wat je bijvoorbeeld in een van de laatste Pissebed Fred, dat gaat over een jongetje wat een pissebed als huisdier neemt. Maar wat er niet met gelukkig, wat dat doet in me natuurlijk niet, in beschrijving niet, het was zo'n eenzaam jongetje, maar het is wel een eenzaam jongetje. En dat kan ik tekenen. Ja. Dat kan ik door de plaatjes, door de lichtval in een vertrek. Want het is niet een verwijt aan de vader of de moeder dat het kind eenzaam is. Sommige kinderen zijn eenzaam. Zo is het leven. De ambachtsschool kijkt in de Ambachtstraat en ligt breed uit langs het Hesselleplein. Zou er nog meer van te vertellen zijn, behalve dat het gebouw bergaf gaat? De koepel is een kleine overdaad. Hij lijkt het meest op een baldakijn, geschapen voor een sultan die op zijn lievelingsolifant de stad doorwaart. Ik vind hem steeds terug na al die jaren op elk schilderij van mij met een stad. Hij staat voor eeuwig in mijn hart gebrand. Dat komt ervan, van al dat lange staren naar verre wolken of ik weet niet wat. Of mijn geheugen is een olifant. Bovenaan, boven de deur, zie ik een prachtige vogelboom. Nou, die vogelboom stond ook op je boek van ooms en tantes. Ja, een ander schilderij, maar ook zo. Ja, en hoe zit dat met die vogeltjesboom? Hoe kom je eraan? Daar ben ik op dit moment heel mee bezig, omdat het simpele vormpjes zijn. En het is mijn manier om abstract te schilderen. Ik krijg het niet voor elkaar om werkelijk een abstract schilderij te maken, omdat ik altijd denk, nu moet er nog wat op staan. Ik blijf een verteller. Heel vaak staat er één vogeltje apart. Ja, dat kan je dus doen. Ja, maar ik heb er nu in gemaakt voor iemand die gaat trouwen. En eindelijk geluk heeft en eindelijk de juiste vrouw. En ik heb geschilderd de gelukkige boom. En je ziet een vrolijke boom, vol vrolijke vogeltjes en de buitenwereld is blauw en zwart. Okay. Ook zwarte vogeltjes. Dus wij zijn gelukkig in onze kleine cirkel. En zo zie ik het leven ook. Als je gelukkig bent, heb je geluk. Hij schreef nog even bij het late licht, vlakbij het raam. Ze zei, je moet je ogen niet zo vermoeien en deed het raam dicht. Hij had daar toen al 10 jaar voor gelogen. Zo rustig was het huis. Maar in de tuin lekte het witte grind om het gazon.
vuur kroop naar het bordes. Bij het hek lag schuin een plek van vlammend gras. Het dak begon, een wolk van vonken. Brand sloeg in de brem. Hij voelde een verblindend ogenblik de hitte van de hel. Maar achter hem stak zij de lamp aan met een lichte klik. Dus ik schreef sowieso altijd al. En mijn eigen cabaret vroeger, ik heb een studentencabaret gehad. Ja, ik had helemaal geen, niets wist ik van muziek toen ik 20 was. Maar ze vroegen me een lust om een cabaret te schrijven. En toen maakte ik ook automatisch meteen mijn melodieën. Ja. Maar ik wist niks van muziek af, niets. Niets over akkoorden, ik wist niet eens wat akkoorden waren. Irriteerde me na een tijd dat als ik zelf een liedje had gemaakt met melodie, dat ik dan een componist of een arrangeur moest uitleggen en dat ik onzin bleek te praten. Dat ik allemaal verkeerde woorden gebruikte. En toen dacht ik, dat moet me niet meer gebeuren. En toen ben ik boeken gaan lezen. Zo. Wissel je het graag af? Ja. De ene keer dit en de andere keer dat? Of is er een. Of gaat het met periodes? Ja, ook als je schrijft, je hunkert naar het moment dat het af is, want dan kun je het andere gaan doen. Maar je kunt niet heel. Niet heel. Hoewel, je kunt toch wel goed door elkaar werken. Ik heb eergisteren een schilderij gemaakt en een fuga. En een fuga. Wauw. Ja. We zijn niet af. Ik werk soms 15 jaar aan een fuga. Iedere keer opnieuw denk ik, hoe komt het toch dat die niet goed is? En ik weet steeds meer. En dan denk ik, ah, en dan maak ik meer helemaal over. En in alles lukt het je blijkbaar om je eigen creativiteit, je eigen lol in dingen maken, om dat te behouden? Het gaat me ook om het maken, niet om het resultaat. Het resultaat zal mooi kunnen worden. Als het niet is, dan heb ik in ieder geval lekker de hele dag muziek. Vooral bij muziek heb ik het alleen maar zien mislukken, omdat ik veel te weinig wist van fuga's. Het gaat jaren. Om het maken. Het gaat om het maken. Gaat je niet om het eindresultaat? Nee. Nee. Nee, je krijgt wel moed doordat veel lukt. Maar eigenlijk lukt het niet. Ik wil. Zelfs Van Gogh heeft zijn hele leven gevonden dat het. Dat het nog niet goed genoeg was. Nee, hij verkocht ook nog eens niks. Had niet eens succes. Ja. En hij ging toch door. Ja. Want een kunstenaar is niet iemand die iets kan, maar iemand die iets wil. En de meeste kunstenaars vinden wat ze maken nog altijd niet wat ze willen. En wat wil jij, Harry Gele? Nou ja, je wil dat het op een dag wel precies zo wordt. En dan denk je nog maar een minuut. En daarna denk je al, alleen dat ene, dat. Ik kan toch nog, maar ik begin nu te snappen hoe het moet. Maar je bent niet klaar.